Goeiedag, Frank Lampje. Naar aanleiding van de video van gisteren zou ik nog uitleggen hoe ik in 1 jaar tijd van 100 kilo bankdrukken naar 142,5 kilo ben gegaan. En ik ga je uitleggen precies de gedachtegang en hoe ik ervoor heb gezorgd dat ik zo'n goed jump in kracht heb gemaakt. Belangrijk om te begrijpen is, ik ga nu alleen op training op qua voeding. Ik heb wel het hele jaar in een positieve energy balance gezeten. De eerste 6 jaar van trainen heb ik nooit mijn calorieën verlaagd. Ik heb altijd in een positieve energy balance gezeten. Dus ik ben elk jaar behoorlijk wat zwaarder geworden. Omdat ik niet heb gedacht van, oh, het is zo, ik moet aftrainen. Nee, ik ben gewoon continu door blijven bulken tot een bepaald punt. Dat is de voeding. Dus dat is gewoon belangrijk, positieve energiebalans. Daar ga ik niet heel veel op in, ik ga nu puur even op trainen. En waar ik voornamelijk over wil hebben is progressiemodellen. Met je training wil je op lange termijn wil je prestatieverbetering hebben. Dat is het grootste doel van training. Je gaat naar de sportschool. In eerste instantie denken mensen van, ja, ik ga erheen om er leuk uit te zien. Uiteindelijk, het einddoel waarschijnlijk. Dat is het einddoel. Je hebt er een proces dat er naartoe leidt. En dat is je progressiemodel in de sportschool. Als je naar de sportschool gaat en je wordt elke keer minder, raak je al gauw je motivatie kwijt. Je wilt beter worden. Daarom ga je ook voor prestatieverbetering. Nou, je hebt lineaire progressie. Nou, lineair houdt in. Ik deed bijvoorbeeld, ik startte met 3 setjes van 6. Nou, dus ik reken uit, wat is mijn 1 RM? Ik start met 3 setjes van 6. En dan start ik bijvoorbeeld 75% van mijn max. Dus ik kon 100 kilo, dat is gewoon voor 1 herhaling. Dat is mijn maximale gewicht. 75% ervan ging ik 3 setjes van 6 proberen. Kon ik alle 3 de sets van 6, dan ging het aantal omhoog naar 7. Dan ging het naar 8. Was ik bij 8, wat ik deed, ik ging niet direct zwaar. Wat ik deed volume toevoegen. Dus ging met 4 setjes van 6. Hetzelfde principe. Nou, totdat ik bij 5 sets was, dus ik deed 4 setjes van 7. 4 setjes van 8, dan deed ik 5. Dus ik kan hem even uitschrijven. En als ik deze af had gerond, ging ik terug naar 2 van 6 voor 1 week. En dat noem ik een deload. De reden dat ik dat deed is, je kunt niet continu beter blijven worden. Dat zou echt fantastisch zijn. Dat red je misschien voor een periode. Dus als je dit al onafgebroken volhoudt per week, dan heb je het echt heel goed voor elkaar. Dit duurt vaak meerdere weken. Er zijn een aantal weken geweest dat ik bijvoorbeeld 4 sets van 7 moest doen. En ik doe dus de laatste 3 sets van 7 en de 4e set red ik maar 6. Die week erop blijf ik dus 4 sets van 7 doen. Want ik moet ze eerst allemaal hebben afgevinkt tot ik dit avond ook daadwerkelijk red. Pas als ik dat gedaan heb, ging ik een herhaling extra erbij doen. Dus dat is waar ik op focuste. Wat ik ook niet deed is, als het doel 7 was, ging ik er niet 8 doen als ik er 8 kon. Nee, ik wil het volume volhouden. Ik ging niet tot falen altijd. De bedoeling was om het gewicht op lange termijn vol te kunnen houden. Daar gaat het in dit principe over. Dus dit is wat ik gedaan heb. Dit heb ik ongeveer, ik weet niet precies meer, maar ik denk 20 weken ongeveer heb ik dit principe gevolgd. En toen had ik dit hele rondje afgerond. Nou, op een gegeven moment denk je ook van, oké, ik wil niet weer het hele zelf doen. Dus toen ben ik meer overgegaan op een rep screen. En wat houdt het in? Tussen de 4 en de 6 ramen. Daar begon ik mee. Dus tussen de 4 en de 6 ramen. Dus ik deed gewoon 3 setjes. En tussen de 4 en de 6. Nou. Je daag je in het begin wel heel erg uit. Dus de eerste week kon ik misschien dit. 5, 4, 4. Nou, dat werden er dan. 5, 5, 4. En zo ging het stapsgewijs omhoog. Totdat ik op een gegeven moment weer al het setje met 6 kwam. In dat geval ging ik dit aantal aanpassen. Dus op het moment dat ik al setjes van 6 kon, toen ging pas mijn percentage omhoog. Naar 77,5%, 80%, 82,5% en dan 85%. Boven de 85% kom ik eigenlijk zelden. Want ik weet gewoon, daarboven wil ik 6 aan, dat red ik bijna niet. Daar heb ik gewoon de aandacht niet voor om dat te kunnen. Ik ben heel explosief, ik heb niet dat uithoudingsvermogen. Dus dat ga ik niet redden. Dus als ik hier ben, ga ik weer terug naar de eerste begin. Alleen deed ik 4 sets. En dat is als het ware hoe je training opbouwt. Dit kun je niet met elke oefening doen. Je kunt wel delen hiervan toepassen. Dus als je zegt van, oké, de herhalingsrange is 12 tot 15 voor een isolatieoefening. Dat je eerst begint dit op te bouwen. Maar je kunt niet je percentages en je herhaling elke week proberen te verhogen. Je zal prioriteiten moeten gaan stellen. Dus ik heb al gezegd, oké, die oefening doe ik het voor, die doe ik het voor. En dus ik deed vaak 2-3 oefeningen in een blok, focuste ik echt. Een blok is voor mij een trainingsperiode van 6 tot 8 weken, waar ik hier echt alleen op focuste. Dat is het belangrijkste. Dus als jij voor jezelf zegt, oké, ik wil de aankomende periode dit lichaamsdeel verbeteren of deze lift verbeteren, dan zijn dit modellen die je heel goed kunt toepassen, waarbij je best wel veel progressie in een korte tijd kunt boeken. Want nu denk ik van, 20 weken is best wel lang, maar als jij in 20 weken tijd
ongeveer 12 kilo erbij krijgt op je bankdrukken, heb je echt wel goede progressie geboekt. Dat ga je echt wel merken. En daarom zijn dit soort dingen belangrijk. Dus je wil weten hoe zwaar heb je getild, hoeveel kilo is erbij gekomen, al dat soort kleine details doen ertoe. Nou, wil je dit een keertje in de praktijk uittesten en wil je er begeleiding bij? Mijn Bigger by the Day programma start maandag 19 november. Dan ga ik dit soort dingen allemaal toepassen en dan ga ik je precies uitleggen hoe je dat voor jou kunt individualiseren voor de maximale progressie. Dus heb je er interesse in? Het staat in de eerste reactie. En anders spreek je morgen weer. Tot dan!